Allereerst, als je wat hoort tikken en zuizen, dan kan dat. Want de oven staat namelijk aan, want ik ben flink aan het bakken geslagen. Voor degenen die het nog niet hebben gehoord, ik ga een kookboek maken. En eind dit najaar, halverwege november, ligt mijn Guilty Pleasures boek in de winkel. Een kookboek met alleen maar hele slechte en lekkere recepten. En in juni moet ik mijn manuscript inleveren. Dus ik ben heel hard bezig met van alles maken. En op dit moment staat de oven dus aan. Maar goed, over tot de orde van de dag. Vandaag heb ik nog een paasrecept voor jullie in petto. En ik ga je laten zien hoe je een gevlochten Nutella brood kunt maken. En dat is onwijs lekker. En eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om te maken. Dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt voor het maken van de broodjes. Ik begin gewoon even links. Ik heb hier in een bakje 30 gram kristalsuiker zitten. En er zit ook 9 gram zout bij. Dan heb ik hier een zakje instant gist. 40 gram roomboter ongezouten op kamertemperatuur. Dan heb ik hier 25 gram melkpoeder. Melkpoeder kun je trouwens gewoon bij de supermarkt kopen. Vind je in het melkschap. Dus het niet gekoelde melkschap. Het is van Campina en heet Elk. En dat zit in een gele doos. Dan hebben we een ei nodig. En 500 gram patentbloem. Dit is gewoon witte bloem. En verder hebben we natuurlijk ook nog Nutella nodig. Maar dat gebruik ik pas aan het eind. En 230 gram lauw warm water. Ik heb hier de kom met 500 gram bloem. En daar voeg ik de droge ingrediënten aan toe. Dus de suiker met het zout. En de melkpoeder. En dit schep ik alvast even door, zodat het zout niet in aanraking komt met de gist zometeen. Heel even. Nou, dan gaat de gist erbij. Dit schep ik er ook even door. En that's it. Nu voegen we de rest van de ingrediënten toe. En dat is dus de boter. Die is op kamertemperatuur. Het eitje. En het lauwwarme water. En nu laten we gewoon de standmixer zijn werk doen. Ik zet de kom erin. Ik heb een deeghaak, want ik ga een deeg maken. En nu malen we dit tot een lekker stevig deeg. Nou, het deeg is klaar. Klaar om te gaan rijsten. Maar dat doe ik wel in een andere kom. Ik heb hier een schone roestvrijstalen kom. En daar leg ik de deegbal in. Ik heb die nieuwe kom lichtjes ingevet met een beetje olie. Die bal mag er gewoon in. Dan dek ik deze kom af met een beetje plasticfolie. En dan mag dit deeg 1,5 uur op kamertemperatuur rijzen. Het brooddeeg is hartstikke mooi gerezen. Dat heb ik op een bebloemd aanrek gestort. En dit rol ik uit tot een grote plak. Ik kneed het nog even lichtjes een beetje door. Zodat het iets soepeler wordt en wat minder plakkerig. En dan rol ik het uit. Ik heb de bol deeg uitgerold tot een dunne plak. En deze ga ik erin smeren met de Nutella. Niet een te dik laagje. Maar je mag het wel proeven. Als je nou merkt dat je Nutella te stevig is, dan kun je hem even opwarmen in de magnetron. Dit is goed zo. En deze plak deeg ga ik nu in 3 stukken snijden. Probeer ze zo dik mogelijk of even gelijk te snijden, maar dat is tricky. En ieder plak deeg ga ik nu oprollen naar binnen toe, dus dat die Nutella aan de binnenkant komt te zitten. Dat is 1. Deze is wat lastiger omdat die natuurlijk in het midden zit en dus overal Nutella heeft. Top! En deze 3 gaan we nu vlechten. Daarvoor leggen we ze naast elkaar. En de bovenkant leg ik wat dichter tegen elkaar aan. En die druk ik echt tegen elkaar. Nou ja, vlechten, je weet misschien wel hoe het werkt. We gaan eerst rechts over het midden. En dan links daar weer overheen. Rechts er weer overheen. En dan weer links. En dit herhaal je gewoon totdat je beneden bent. Nou, ik heb het gevlochten Nutella brood alvast op de bakplaat met bakpapier gelegd. Ik dek de bakplaat af met een theedoek en dan mag dit brood nog een keertje 50 minuten rijzen. Mijn gevlochten Nutella brood heeft ongeveer 50 minuten gerezen en nu is het tijd om af te gaan bakken. Maar niet voordat ik hem nog even insmeer met een papje van een beetje melk en ei. Daarvan krijgt hij namelijk een hele mooie glanzende en bruine kleur. En dat maakt hem gewoon net even ietsjes mooier om op tafel te zetten. Ik heb de oven voorverwarmd op 210 graden Celsius. Ik ga deze nu in het midden van de oven afbakken. Ik verwacht dat het ongeveer 10 tot 15 minuten duurt. Zorg ervoor dat het brood straks mooi, bruin en glanzend is van de bovenkant en dat hij dus gaar is. Testen of hij gaar is kun je doen door erop te kloppen strakjes. Als het hoog klinkt is die goed. Het gevlochten Nutella brood is klaar. Zoals je ziet is die heel mooi, bruin en glanzend. En als je erop klopt,
Klinkt heel erg hol, dus hij is perfect. We laten hem wel even helemaal afkoelen en daarna gaan we hem pas proeven. Oké, het gevlochten Nutella brood is klaar. Je hebt het net al even kunnen zien, maar nu is hij helemaal afgekoeld en ik heb een stukje afgesneden. Ik wil het zo graag aan jullie laten zien. Ik heb het kontje afgesneden, maar kijk de binnenkant. Oh, dat ziet er toch echt super lekker uit. Het brood is echt heel mooi zacht. Lekker vers en ik kan niet wachten om te proeven, dus dat ga ik gelijk even doen. Oh jongens, dit is zo lekker. Wat mij betreft gaat er sowieso niets boven zelfgebakken brood. Helemaal niet als het net uit de oven komt, maar dit vers wit brood met Nutella is echt de bom gewoon. Heel erg lekker. Het is nu even gedaan met de paasvideo's, maar aankomende maandag ga ik gewoon weer lekker verder met het maken van normale kookvideo's. Voor nu bedank je in ieder geval heel erg voor het kijken en ik zie je heel gauw weer.